Dit is een mooie scheurkalender. En daar staat eigenlijk, zeg maar, met heel veel foto's en anekdotes, is die beklad, zeg maar. En die is onlangs uitgekomen. En nou ja, goed, dat is een heel mooi item. Dus aan de hand daarvan nou ja, goed, zijn er wat vragen. Ja. Want foto's, anekdotes, bent u ook dingen tegengekomen of komt u dingen daarin tegen waarvan u denkt, dat wist ik helemaal niet over mijn vader? Nou ja, uiteindelijk weet ik alles natuurlijk wel. Alleen, nou goed, het is zo'n schat aan informatie die je natuurlijk in de jaren heb gekregen. Dat sommige dingen die denk je, oh ja, zoiets. Of, maar goed, het zijn altijd wel nieuwe dingetjes. Dan denk je van, nou goed, daar had ik nog niks van gehoord. Maar uiteindelijk weet ik het meeste natuurlijk wel. Kunt u een voorbeeld geven van iets wat misschien minder bekend is bij het grote publiek, maar wat we daarin kunnen vinden? Minder bekend bij het grote publiek. Nou goed, de bekende dingen zoals zeg maar de Idool van Cruijff en dat soort dingen, dat weten we allemaal. Wat je wat minder vaak hoort is dat hij zeg maar, nou het was een dribbelkoning. Tegenwoordig wordt dat zeg maar wel gestimuleerd van ja, dat is mooi voetbal. In zijn jeugdjaren is hij ooit een keer afgefloten omdat hij te veel dribbelde. Waarbij de scheidsrechter zei, want het is een teamsport en je moet dat niet in je eentje spelen. Toen is hij huilend het veld afgelopen, weet je wel. Dus nou, dat zijn dingen die je wat minder hoort. Maar zo zijn er natuurlijk ontelbare dingen die er zijn, die er bestaan. Hoe vaak in het dagelijks leven word je herinnerd aan je vader? Nou, natuurlijk niet dagelijks. Alleen, ik denk wel dagelijks aan hem, laat het duidelijk zijn. Alleen, het zijn periodes. Hè? Dus we hebben nu natuurlijk nu Ajax Valencia. Dus dan opeens zijn er allerlei nou ja, journalisten die wat willen weten. Zijn verjaardag, scheurkalender. En dat zijn allemaal periodes dat het dan opeens even oplaait. En dan taait het weer een beetje af. En dan komt er altijd wel weer iets tevoorschijn waarvan we zeggen, hé, dat is leuk om het over Vaas Wilkes te hebben. Want Valencia bijvoorbeeld, grote club. Hoe groot is hij daar in die stad? Nou ja, goed. Hij heeft Inter en Valencia heeft hij natuurlijk gespeeld. Mm-hmm. Inter was zeg maar echt een prestatieclub. En Valencia heeft hij echt de mooiste periode van zijn leven meegemaakt. Club aan het strand, mooi weer, goed eten. Mm-hmm. Dus alles zat daar wel mee. Maar als ik daar zeg maar morgen ben en ik wil naar het stadion, dan liggen de kaarten klaar. En zo'n onuitwisbare indruk heeft hij daar gemaakt. Dat die naam, dat is altijd goed, zeg maar daar. Dus nee, daar is hij wel heel groot. Wat doet u zelf nog in het voetbalwereldje? Bent u bekend in het voetbalwereldje? Nou, voetbal eigenlijk, zeg maar, ik ben wel bekend in het voetbalwereldje. Niet het niveau van mijn vader gevoetbald, maar goed, ik ken wel. Heb je gevoetbald? Nou, het hoogste niveau, ik heb in Zwitserland op een blauwe maandag heb ik de eerste divisie gespeeld. In Nederland het hoogste amateurniveau heb ik gespeeld. Maar verder dan dat ben ik niet gekomen. Ik heb geen cap, zullen we maar zeggen. Maar ik ben heel erg met voetgolf ben ik begaan. En dat is zeg maar en pleasure, maar ook zeg maar werk, organiseren van evenementen en dat soort dingen. En dat is een sport in Nederland uitgevonden en dat wordt op golfbanen gedaan, mooie omgevingen. Dus dat is eigenlijk een beetje waar ik me mee bezig houd op dit moment. Is het dan vooral voor bedrijven of voor vriendengroepen of zijn er ook competities in? Ja, er zijn ook competities. We hebben WK's, EK's en ik ben ook voorzitter van de Nederlandse Voetgolfbond. Dus in dat kader ben ik er eigenlijk dagelijks mee bezig. Maar het is natuurlijk ook voor evenementen, voor bedrijven, teamuitjes, nou, noem het maar op. Is het allemaal leuk om te doen. Maar je kan het zeg maar als een uitje doen, maar je kan het ook heel serieus als sport bedrijven. En het is echt een sport, dus je moet echt wel een goede trap hebben. Dus een voetbalachtergrond is wel makkelijk, zeg maar. Tot slot, bijna 100 jaar geleden, hè? Dan, dat is over een paar jaar, werd uw vader geboren. Hoe moeten we hem nou herinneren als u in twee of drie zinnen kan beschrijven? Hij heeft ooit zelf in een interview met Jan D. Zwart heeft hij gezegd van als een lieve man. En ik denk dat dat wel de goede lading is. Dat hij ook goed kon voetballen, dat klopt. Mm-hmm. Maar het was gewoon een lieve man, een fijne vent, zou hij gezegd hebben.